Goedemorgen iedereen, super dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loan en het is een super mooie dag vandaag om mijn 5 kilometer wedstrijd te organiseren. Ik hoor de vogeltjes fluiten, het is goed weer, dus dat is top. Ik heb al mijn grieven in de auto gestoken zoals je ziet, mijn fiets zit erin, mijn rugzak en zo zit erin. Ik heb ook mijn GoPro meegenomen, want het is dus een 5 kilometer test. Ik heb een soort van wedstrijdje georganiseerd en kijkers konden komen. En er hebben 2 mensen zich aangemeld omdat ik eigenlijk vandaag een 5 kilometer test wou doen. Maar zoals jullie dus waarschijnlijk de afgelopen vlogs al hebben gezien, ik heb een beetje last van een verkoudheid en best wel neig. Tijdens marathontraining heb ik dat ook gehad, niet zo neig. Nu is het wel echt pittig en ik ga gewoon niet all out gaan vandaag, dat is niet slim. Dus ik ga gewoon denk ik een soort van threshold workout doen. Dus even opwarmen. Ik denk dat dat misschien een beter plan is dan nu all out gaan voor de training. Zoals je het waarschijnlijk kunt horen, ben ik een beetje nasaal. Ik heb last van mijn neus. Ik ben wel blij met mijn neusoperatie, want nu kan ik tenminste nog ademen door mijn neus als ik verkoud ben. Behalve als het echt heel verstopt is, maar dan snuit ik mijn neus en dan kan ik terug ademen. Maar vroeger kon ik gewoon met elke verkoudheid, zelfs al was het een beetje verkouden of heel verkouden, ik kon gewoon nooit ademen. Dus dat was echt super vervelend. Ik heb niet zoveel kilometers nog in de auto, dus ik denk dat ik even ga moeten tanken onderweg. Maar we gaan vertrekken en... Ja, dan zie ik jullie zo als ik aangekomen ben aan de watersportbaan. Om 2:10 komen we aan. Waarschijnlijk iets later, want ik moet dus nog tanken. Dus. Maar we hebben alles mee. Loopschoen hierin en ik heb mijn loopoutfitje al aan. Dus even opwarmen dan straks en een goede workout knallen dan. En dan vanmiddag even werken voor school, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Fijn dat jullie hier trouwens zijn. Like en sub even. Betekent veel voor mij. Dank u wel. Ziezo, we zijn aangekomen aan de topsportal. Hier ben ik ook geweest voor de marathon mij in te schrijven. Ik weet niet of jullie dat nog herkennen. Het is hier wel redelijk druk, want ik denk dat dat onder andere is omdat er een roeiwedstrijd is. Toen als ik dus aankondigde in mijn eerste video dat ik dus die loopwedstrijd ging organiseren, had er iemand mijn berichtje gestuurd of gecomment ofzo, ik weet niet meer, dat toevallig was omdat... Omdat hij hier een roeiwedstrijd had. Dus een van mijn kijkers is momenteel bezig met een roeiwedstrijd. Waarschijnlijk om dit uur, want ik zie hier mensen roeien en ik zie hier mensen langs fietsen en de mensen op het water aanmoedigen. Dus dat is wel grappig. Ik heb ook al een berichtje gekregen dat Elias er al is. Die was nog even naar het toilet geweest, maar die staat onder de topsportaal. Dus ik ben nu even mijn loopschoen aan het aandoen. En dan gaan we even waarschijnlijk opwarmen en dan een rondje lopen. Hier rond de watersportbaan, dat is perfect 5 kilometer, dus dat is eigenlijk perfect voor een 5 kilometer test. Er is veel volk, dus dat gaat wel tof zijn. Het is ook niet te koud. Het is, ik zie mensen met korte mouwen lopen, het is 15 graden denk ik. En ik heb ook alleen maar mijn korte mouwen mee, want ik ben direct van Londen naar hier gekomen. En dat zijn eigenlijk dezelfde kleren die ik eergisteren aan had tijdens lopen. Dus ik heb die even laten uithangen. Want ik had tenslotte maar een kwartiertje gelopen eergisteren, dus dat is niet zo lang. Even laten uithangen en die heb ik nu weer aan. Het enige ding is, ik heb mijn benen geschoren voor mijn koersbroek. En nu heb ik een loopshortje aan dat kort is. Dus het ziet er niet super professioneel uit, maar goed. We zijn klaar. Vanaf nu ga ik overschakelen op de GoPro, op de beelden van de GoPro. En dan gaan we even gaan kennismaken met iedereen. Hè. Mijn telefoon laat ik ook hier, dus we gaan even moeten zien hoe dat we nog contact gaan vinden met iedereen. Maar ik loop sowieso in de marathon trui, want dat is het leukste. Het enige wat ik nog moet aandoen is mijn petje. Het Loran petje, voilà. Dat vol met haar hangt van de cat. Insane. Ik moet daar echt een keer over rollen, want dat is ongelooflijk. Die katten die komen heel de tijd op mijn kleren liggen. Voilà. Ziezo, wij zijn klaar. Tijd om te gaan lopen en over het schakelen op de GoPro. Let's go. Oké, dames en heren. Elias en ik zijn er. Lander is niet van de partij. Ik weet niet of hij er was of niet. Maar we hebben even een opwarming gedaan hier achter de hoek. En nu gaan we de 5 kilometer test doen, hier aan de watersportbaan. Er is ook een roeiwedstrijd bezig. Het is nu 10:30, dus zie je het zitten? Ik zie het zeker zitten. Juist horlogetje. Is er een tijd wat je wilt halen of niet? Ik ga gewoon meelopen met u, gewoon op het gemakje. En ik ga zien hoe mijn benen ook voelen, want ik heb straks nog wedstrijd, dus het haal maar daar een beetje van af hangen. Oké, en ik ga gewoon rustig lopen. Ik denk 4:30 de eerste kilometer, gewoon om niet te overdoen. Dat is mijn halve marathon pace voor een 5 kilometer, dus... Oniva, zoals gehoord, ik ben nog een beetje ziek, dus we gaan beginnen. 3, 2, 1, let's go. En moest ik nu niet ziek geweest zijn, dan zou ik wel een 5 kilometer kort hebben proberen lopen, maar let's go. Pak verder. En ik heb het niet in mij om te pushen. Dus niet echt mijn dag.
Het is niet lastig, maar ik kan gewoon niet doorpushen. Verkoudheid, hè. Dat is no joke. Elias is daar al. 4,5. Nog 500 meter. 400 eigenlijk. Even pushen nog. Snelle jongen, dunne jas. Kent je dat? Nee. Ik wil die misschien kopen, maar zo met de volledige motuur, want ik ga ze passen. Ze zijn wel een beetje vuil, dus ik moet ze nog afkuisen, maar ik kan mijn grief niet meer zien. Want dit is toch beter voor als het verhoogd is? Ja. En ook voor als de zon schijnt. Ja. Die staat hier wel. Die zijn ook wel nice. Ik heb die gekregen voor mijn verjaardag. Vind je ook goed? Die zit al weg. Maar van Elias is zo Usain Bolt style, hè? Maar die is, die is voor nog meer zon. Maar ik ga dan op de gas zitten. Ik vind die dames en heren, ik zou jullie nooit aanraden om mijn verkoudheid een 5 kilometer test te lopen. Ik kon gewoon mijn hartslag niet boven threshold doen. Dus we gaan het gewoon beschouwen als threshold workout. Dank u wel om te kijken. We gaan nu lekker naar huis. Ah, wacht Elias, welke tijd heb je gelopen? 20 minuut 53 denk ik. Dat was. Oké, lekker. En ik heb een 22,5 gelopen. Dus threshold training. Tot zo. Het is nu tijd om richting huis te trekken. Ze zijn hier zo luid aan het roepen. En blijkbaar is er daarnet een man daar gevallen. Dus mijn fiets bestaat nog in de auto. Dus tijd om richting huis te vertrekken. Let's go. Ik ben even naar de triathlon aan het kijken. De PTO in Singapore. Super interessant. Ik heb ook net de marathon gekeken. Straks ga ik mij wel wassen. Maar ik wou even kijken naar de bestanden van de vlog. Ik was even aan het overzetten naar mijn dinges om te editen. Maar ik heb hier allemaal bestanden tot en met 2415. Oh wacht, 2416 staat hier. Nevermind, ik dacht dat ik niet alle bestanden had. Maar ik heb volgens mij die dag de vlog niet afgesloten. Dus ik denk dat de enige dagen, enige dagen zijn. Alhoewel, de dag daarna heb ik ook wel veel gefilmd, dus dat van nog. Oké, vandaag nog een korter vlogje, maar bijvoorbeeld morgen terug een beetje meer content. En dan de dag daarna weer een hele pak meer van als we naar Antwerpen geweest zijn. Dus dat is top. Vandaag ook wel terug gewoon weer, dus dat is ook nice. Even een klein beetje guilty pleasure. De vlog staat al online, want die was niet zo lang. Maar ik ben even de Amstel Gold Race aan het kijken. Het is niet zo lang meer. En ik heb hier mijn watertje. En ik ga daar weer die lekkere mojito siroop in doen. Jopla. Hoho. En dat is ook lekker, want dat is een beetje suiker, dus dat verzacht zo wat de keel. Ik ging zeggen de keel in mijn pijn, maar de pijn in mijn keel. Ik had in een andere vlog gezegd dat ik even nog iets ging laten tonen aan jullie. En dat ga ik dan nu ook even doen, want ik heb namelijk mijn koers iets onlangs binnengestoken bij de fietsmaker. Dus daar gaan we even naar kijken. Ik ga jullie kort... Waar is dat aangepast? Oké, dus dit is eigenlijk mijn koersfiets. Dit is eigenlijk een soort van kot. Dat is hier echt zo slordig. Gelijk mijn rollen en zo staan hier ook. Dat is de tax. Binnenkort ga ik waarschijnlijk daarop rijden, maar... Ja, dat is nog mijn oude koersfiets. Dat is mijn allereerste carbonfiets die ik heb gehad. En dat is mijn allereerste eigen koersfiets. Specialized. Hiermee heb ik mijn eerste koersjes gereden bij de nieuwelingen. En ik heb die zo proper gemaakt. Mijn stiefvader is ermee gaan rijden en die heeft hem niet afgekuist. Ga. Ik heb gewoon geen tijd om dat nog proper te maken nu. Ik kan mijn eigen fiets al bijna amper... Ik heb al amper tijd om mijn eigen fiets schoon te maken. Maar dit is een kot dat ik eigenlijk graag een keer gewoon helemaal proper wil maken. Maar goed, mijn koersfiets staat hier dus. En die ziet er wel proper uit. Er was dus... Kijk, ik ga dat hier tonen. Kijk, dat is zo'n remblokje als je schijfremmen hebt. Hè. En hier zit er zo'n klein pinnetje op. En dat pinnetje houdt die blokjes hier tegen. Kijk, dat zwart hier en dat zwart hier, dat zijn je schijfremmen. En daardoor zit een pinnetje. Dat zorgt ervoor dat je schijfremmen vast blijven te zitten. Maar dat pinnetje hier was kapot. En nu hebben ze er een nieuw pinnetje in gestoken. Zo eentje met een ander schroefje. Wat dat eigenlijk veel handiger is. Ik weet niet echt of dat het wel scherp staat. Ja, kijk, hier. Dit dus. Zoals je ziet, dat hier. En dat is geen gewoon pinnetje meer. En dat gaat er normaal gezien gemakkelijker uit. Dus dat hebben ze hier gezet. En nieuwe schijfremmen. Want die blokjes had ik dus nog op voorraad. Want ik was daar zelf mee bezig. En dat pinnetje was gewoon een soort van doorgedraaid. Kijk, ik kan het op zich hier wat tonen. Kijk, zoals je ziet. Dat grijs pinnetje met een schroevendraaier. En dat was gewoon kapot gedraaid. En ik kon dat gewoon niet meer los doen. Dus ze hebben dat moeten doorboren. En dan hebben ze daar dat zwart pinnetje in gestoken. Dus ik hoop dat dat niet gaat gebeuren als ik dat ooit nog een keer zelf moet vervangen. En voor de rest hebben ze eigenlijk gewoon mijn fiets terug op orde gezet. Blijkbaar was de ketting toch nog een beetje te lang, maar dat vind ik eigenlijk raar, want de ketting heb ik telkens altijd even lang gehouden als in de Canyon garage. Dat vind ik een beetje raar dat hij te lang bleek te zijn, want dan is hij ook te lang uit de Canyon garage gekomen, dus Canyon. Daar hebben jullie dan waarschijnlijk een foutje gemaakt, maar de fiets ziet er wel echt, wauw, prachtig uit, hè. Ik denk dat ik misschien een keer
Want normaal ging deze week, en dat heb ik ook verteld aan jullie, ging ik normaal zien testen doen. Onder andere een FTP-test ging ik deze week doen, dus de 5 kilometer test en een zwemtest. En ik ben deze week niet gaan zwemmen. Ik vind zwemmen nogal een soort van mentale blok om te gaan zwemmen als ik ziek ben. Zeker als ik aan het hoesten ben, is dat niet zo aangenaam met water. Als je dan onder water zit, dan moet je... dat lijkt me niet zo aangenaam. Dus lopen en fietsen heb ik wel gewoon gedaan deze week, maar niet all out, geen testen gedaan. Dus die testen ga ik dan uitstellen naar volgende week of de week erna. En dan gewoon deze, volgende week nu waarschijnlijk gewoon terug wat verder rustig rijden. Deze week heb ik niet zoveel gesport. Ik denk 5-6 uurtjes of zo. Dus valt wel mee. Maar ja, kijk, voilà. Fietsje staat hier terug weer schoon. En dan ga ik terug naar binnen. Ik heb eigenlijk niks gedaan vandaag. Ik heb gewoon naar de Amstel Gold Race gekeken. Want ik had eigenlijk echt niks anders te doen. En ja, ik heb gewoon ook een beetje voor school gewerkt natuurlijk. Ik ben gewoon niet echt 100% nog mezelf qua energie. En ah ja, dat wou ik dus zeggen. Ik wou gewoon zeggen dat ik daar dan een beetje mee zit. Omdat dan... heb ik dus mijn stage en dan heb ik zo kortere vlogs en dan ben ik zo van, allee, ik ben zo lekker bezig, er zijn zoveel nieuwe mensen aan het bijkomen en dan plaats ik zo'n vlog en dan heb ik zo wel even iets van, kut. Maar ik weet ook wel dat er betere momenten gaan aankomen en ik moet nog even verder gaan en wie is er nu aan dagelijks vloggen en gaat er binnenkort afstuderen met mijn bachelor. I am. Ik denk oprecht dat ik gewoon de helft van mijn schoolloopbaan, van mijn bachelor die ik nu heb gedaan, staat eigenlijk op beeld, want dan ben ik waarschijnlijk 1,5 jaar aan het vloggen. En een bachelor duurt 3 jaar, dus dat staat denk ik de helft van gewoon heel mijn schoolcarrière van mijn bachelor dan op beeld. Natuurlijk, daarvoor heb ik nog een jaartje op het hoger gezeten in, op de universiteit. Ik heb namelijk nog een jaartje industrieel ingenieur gedaan, maar dat was in 2020, 2021 en dat was dus het coronajaar en ik vond het echt niet gemakkelijk om alles online te leren. En dan had ik ook, allee, dat lag me ook gewoon uiteindelijk niet. Dat was echt veel, hoe moet ik het zeggen, veel online les en dat interesseerde me eigenlijk toch minder dan dat ik had gehoopt. Dus dan ben ik toch blij dat ik veranderd ben. En daar studeer ik nu binnenkort vanaf, van programmeur. Dus binnenkort word ik programmeur en ik heb de beslissing zo wat gemaakt, maar waarschijnlijk heb ik dat al aangehaald in andere vlogs ook. Ik zit heel hard te neigen, want er zijn superveel mensen die mij al gecontacteerd hebben of dat ik fulltime wil gaan werken. Ik heb ook een sollicitatie al gedaan voor een positie als fullstack developer, maar die wouden dat ik startte in september. Dus ik heb dat afgewezen, want ik wil absoluut nog niet starten in september. Ik heb nog die halve Ironman in 14 september, Challenge Almere. En daar wil ik gewoon wel mijn best voor doen. Mijn werk zou dat te moeilijk zijn. En ook, ik wil gewoon nog even genieten van de vakantie. Ik studeer nu net af. Ik kan er nu even van pakken. Dus dat ga ik sowieso doen. En ik denk dat ik waarschijnlijk in oktober, als ik fulltime zou werken, zou ik dan beginnen. Maar ja, dan werk je voor een baas. En dan moet je fulltime werken elke dag. En dan ga ik ook gewoon weer momenten hebben zoals nu. Dat ik sowieso niet ga kunnen dagelijks vloggen. Ik heb een soort van de beslissing gemaakt. Ik wil nog zien hoe dat gaat met mijn bachelorproef nu. Of dat dan mogelijk is om... en te werken aan als programmeur en te dagelijks vloggen. Want dan beslis ik meer over hoe mijn tijd in elkaar zit. Snap je? Dan moet ik niet van 9 to 5 gaan werken. Dan beslis ik gewoon meer van, dan werk ik, dan kan ik vloggen. En dan kan ik dan een beetje meer integreren ook in elkaar. En dan kan ik meer open praten over wat ik doe ook. En dan hoef ik niet per se al die uren te maken. Dus ik denk gewoon dat het een heel goede beslissing is. Ook omdat ik nog geen huis moet afbetalen. Ik heb nog geen kinderen die ik moet onderhouden. Dus... en mijn droom is altijd geweest om een eigen bedrijfje op te starten. Als programmeur en ik wil daar gewoon nu even vol voor gaan. Het is nu ook de kans dat ik heb. Ik bedoel, stel dat ik over 5-6 jaar kinderen heb met Olwen en alleen ga gaan wonen. Dat lijkt me in het meest optimale scenario best realistisch. En als we kindjes mogen hebben en kunnen hebben, dan denk ik dat dat wel zeker in ons zit binnen 5-6 jaar. En om dan naast mijn job nog te gaan freelancen, dan verlies ik al superveel tijd. Dan heb ik helemaal geen tijd meer om te sporten of te vloggen of andere dingen te doen. En als ik dan nu zou kunnen freelancen, dan zou ik dat nu al wat kunnen opbouwen. En dan hopelijk over 2 à 3 jaar toch best een stabiel inkomen hebben. En gewoon mijn droom achterna gaan. En ik denk dat dat wel moet lukken. En nu is het gewoon even tijd investeren. En er is toch niets dat ik moet betalen over waar dat ik moet stressen. Dus waarom nu dan niet die keuze maken? En dan stel dat ik dat later zou doen met dus kinderen of een huis. Dan zou ik toch stressen van, oh, ik heb bijvoorbeeld een maand geen inkomen. Of nu kan ik toch alleen maar ervan leren. En ik denk dat dat toch wel de beste oplossing is. Of de beste manier is die ik kan doen. En ik vind filmen ook superleuk. En ik wil hier ook super graag meer en meer van leren. Dus uiteindelijk hoop ik ook gewoon misschien een soort van iets met videografie of zo. Misschien een keer een soort van opleiding te doen, dat ik wat dingen leer of toch veel dingen nog te leren met vloggen erbij en leuke content te maken. En ik hoop dat misschien te combineren dan in mijn bedrijfje als webdeveloper en dat ik daar dan ook content of zo bij maak en dat ik gewoon een soort van basically multimedia-achtig iets doe en dan gewoon custom websites ga maken, bijvoorbeeld met Shopify of custom apps ga maken en dan
Mijn droom is ook misschien om iets van webdevelopment bedrijfje te hebben, wat ik kan uitbreiden naar custom software applicaties schrijven. En allee, dat zijn zo een paar dingen dat ik zo in mijn hoofd heb, wat dat mogelijkheden zijn, opties zijn voor de toekomst, wat ik super graag zou doen. Dus dat is wel echt iets waar ik echt super hard naar uitkijk, naar binnenkort. En ik wil er gewoon volledig voor gaan. En natuurlijk, binnenkort ga ik ook een keer afspraken dan hebben met mensen die er meer van kennen. Met een boekhouder, denk ik, onder andere ook. Mijn mama kent iemand en we gaan binnenkort eens praten. Eens samen zitten om te luisteren. Ja, wat is er nu interessant financieel gezien en hoe kan ik dat beste aanpakken? En ik denk dat dat voor mij ook een heel goede manier is. Dus dat zijn een beetje mijn plannen voor binnenkort. Het leven loopt natuurlijk altijd anders dan dat gepland. Je kunt het leven nooit plannen, maar je kunt het leven wel in een andere directie sturen. En een bedrijfje maken zit wel echt heel lang in mijn hoofd. En ik doe het heel graag. En YouTube begint nu ook een beetje deftig te gaan, dus je weet nooit. Ik heb altijd gezegd als ik begon met YouTube, dit is niet mijn einddoel, maar ik doe het super graag. En als ik ooit de kans zou krijgen, dat heb ik wel altijd gezegd om bijvoorbeeld mee te doen aan een wielerwedstrijd of een triathlonwedstrijd op uitnodiging. Of dat ik gewoon mensen kan inspireren over heel België en Nederland, want ik ga sowieso in Nederlands blijven. Om triathlon te doen of om te gaan sporten, dan is dat eigenlijk mijn grootste doel. En volgende week loop ik dus het Ten Maas. Kijk ik super hard naar uit. Ik hoop dat ik dan al een klein beetje genezen ben. En ik weet niet wie daar van jullie gaat zijn op de Ten Maas. Dus ik zou zeggen, spreek me zeker aan als je mij ziet. Ik loop in wave 5. Dus dat gaat ook wel leuk worden. We gaan nu even gaan kijken naar de beestjes, want die heb ik nog niet vaak gefilmd. Maar mensen vonden dat blijkbaar heel leuk de vorige keer. Even het licht hieruit doen, deur op slot en dan ga ik even naar achter in de tuin. Oh, kijk. Hier hebben we dus de kipjes. Dat is super schattig, want we hebben wilde haantjes. En dat zijn eigenlijk de kipjes die zijn gegroeid tot gewone kipjes. Dus dat is wel leuk. En we hebben een hoop kalkoenen, maar ik weet niet waar dat die zijn. En mijn stiefvader, die heeft bijen, die maakt dus zijn eigen honing. Maar dat heb ik sowieso al wel eens verteld. En die bijen staan daarachter. Dus dat is wel leuk. En dit zijn hier de geitjes. Ja, de camera kun je niet opeten, hè. Oh. Ik kan ze niet aaien, ik zit hier te diep. En deze kip, blijkbaar is het dus deze kip die daar in de boom gaat zitten waar al die kak ligt. Dat is gewoon omdat die daar ergens in de boom gaat zitten en dan kakt hij daar op die tak. Dus die kip denkt volgens mij dat hij een geit is. Hier lekker schuren. Haha. Wat is je gaat doen? Ik dacht even dat hij die kip ging opeten. Het is wel echt zalig weer buiten, want volgende week gaat het echt super slecht weer zijn. Dus, ik vind het echt leuk dat wij. Ik kom hier eigenlijk niet zo vaak, maar omdat ik veel binnen zit. Misschien ik moet eigenlijk een beetje meer buiten komen. Gewoon wat frisse lucht halen. Want het is hier wel mooi. Kijk, je ziet daar de bijtjes. Ik weet niet of je ze kunt zien. Ja, leuk. Kijk, maar echt een mooie lucht. En dan vanaf volgende week gaat dat gewoon weer super, super hard regenen. Dus dat is echt gewoon kei vervelend. Maar goed. Ah, kijk, hier zijn nog andere kipjes. Witte en zwarte. Bon, ik ga nu naar binnen en verder de vlog editen die morgen online moet komen. Want morgen heb ik terug stage. As usual. En dan gaan wij straks naar de mol kijken. Dat begint over 2 minuten. Dus gewoon nog de mol kijken en dan de vlog editen. En die online zetten voor morgen. En dan morgen weer goed naar mijn stage gaan en weer goed werken. Ik zie hier ondertussen Figaro ook in de tuin. Mama heeft die denk ik buiten gelaten. Hé, hey, Figarootje. Hier is hij lekker aan het schuren. Maar de Figaro, die zit hier ook wel. Waar zit jij, kop, hè? Waar zit jij? Hé? Waar zit jij, vriend? Figaro! Figaro!